Vorig jaar kwam hij nog in het nieuws omdat hij de grootste meerval van de Benelux gevangen had. En nu heeft Nijmegenaar Paul Breems helemaal zelf de Waalbrug op schaal nagebouwd. Hij kwam twee jaar geleden met het idee en nu is het eindelijk af. Ja, ik heb de Waalbrug gemaakt op schaal. En dat is uh, ja, een project wat eigenlijk al uh, twee jaar uh, in mijn hoofd speelt. Uh, ja, daar heb ik maar een, een constructie ontworpen, dat ja, ik hem uh, bij mijn tussen aan de muur kan hangen. Met laatverlichting erachter. En ja, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ja, zoals je ziet, hij staat hier en uh, helemaal van staal gemaakt. En eigenlijk doe ik net pas uh, een jaar lassen of zo. Dus uh, ja, dat vind ik eigenlijk best wel knap uh, wat ik gemaakt heb. En natuurlijk, ik vind mezelf ook een beetje next level. Want ja, iedereen heeft die foto uh, van de, de skyline van Nijmegen. Maar ja, ik wou net weer iets anders. Ik wou hem 3D uh, eigenlijk aan de muur hebben hangen. En ja, dat heb ik nou uh, ja, gerealiseerd, uh, zeg maar. Uh. Paul is geboren en getogen in Nijmegen en onder andere zijn liefde voor de stad zorgde ervoor dat hij de brug besloot te bouwen. Dus als je dan bij mijn uh, thuis binnenkomt en dan kijk je, ja, dan hangt daar die Waalbrug aan de muur. Ja, dat is gewoon goud. Dat is gewoon fout. Ja, natuurlijk uh, de eerste Nijmegenaar die zoiets uh, gerealiseerd had. Hè? Ja, ik ben trots op Nijmegen. Dat, uh, dat zit in het hert. Ja, dat uh, ja. Ja, zoals je ziet, uh, het resultaat mag er wezen. Uh, Ja, vind ik zelf wel. Dus eigenlijk ben ik best wel uh, trots op. ja. Gek genoeg kwam Paul midden in de nacht tot een belangrijke conclusie voor zijn project. En op een gegeven moment leg ik me naast aan de kweer. Ja, ik zeg, ik heb het. Ja, wat heb je? Ja, mevrouw uh, die zei, ja. Ik zei, Ja, Dus die, die ging me verder slapen, s'nachts om half twee. En dan hak ik op een gegeven moment had, had het snijpunt. Dus ja, hert op hert van die. Ja, van die pilaren, zeg maar, snap je? Dus, dus, dus de hoogte is, zeg maar, van, de, van de brug vanaf het wegdek tot de bovenkant van de boog. En dan wist ik dat daar 34 of 35 meter uit mijn hoofd is. Ja, en dan ga je hem op schaal maken natuurlijk. Want ja, ik wil hem natuurlijk wel zo goed als helemaal namaken. Ja, eenmaal 100% ja, krijg je dat niet voor elkaar. Maar ja, het is wel zo gedetailleerd mogelijk is die nagemaakt, ja. Zo'n 3D-waalbrug zou iedere echte Nijmegenaar wel willen hebben. Ondanks dat is hij absoluut niet te koop volgens Paul. Mij gaat het toch om die lekkerzie, man. Ik wil die Nijmegenaar zijn die de Waalbrug gebouwd had. Die de grote uh, vis gevangen had uh, van, van de Beneleuze. Ja, die, die, die uh, lekkerzie wil ik hebben. En dat duurt veel langer dan geld. Want geld ga je één keer meer naar de winkel en dan stop. En met dit niet.